Wat leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. Patrick is aan het skaten. B is ook al aan het turnen. Riff, Dax en Vos zijn hier voor het huis aan het spelen. Die kan ik hier zien vanuit het raam. En ik ga nog een keertje het plafonnetje daar verven. En dan is die ook klaar. En dan kunnen de spotjes er eindelijk in. Dus beetje bij beetje, stapjes verder. We zijn ook druk bezig met hier aan het kijken hoe we dat willen gaan invullen. Dus dat zal vast ook deze week een beetje op het programma staan. En dan kijken we weer verder wat we kunnen gaan doen. Ik ben nooit klaar in een klushuis. vandaag niet zo heel veel bijzondere dingen op de planning staan. Vooral een beetje klussen in huis. En met de kinderen wat leuke dingetjes doen. Niet per se weg of zo, maar gewoon even met hun spelen. Dat soort dingetjes. Nou, ik ga starten. Ben je wat ben je aan het doen? Statiegeld wegbrengen. Statiegeld weer wegbrengen. Zo'n klein doekje in. En dan, is dat jullie? Geld. Het is weer dinsdag, dus mijn werkdag. En vandaag heb ik 3 klassen, wel een blokuur. En ik moet nog wat vergaderen. Dus dat is mijn dagje weer. Daarna nog weer bij ophalen. Goedemorgen. Het is woensdag. En Dax is op zijn fiets. We hebben B, Vos en Riff naar school gebracht. Ik wil wel naar school. Jij gaat ook naar school? Ja. Nee, nog niet. Volgend jaar ga je naar school. Nog 1 jaartje thuis. Ik ga dadelijk opa ophalen. Ja, en we gaan dadelijk opa ophalen vanmiddag. Ja. Eind van de ochtend. Mag opa weer naar huis? Ja, opa naar huis. Ja, dat is leuk hè, Dax? Ja, vliegtuig. Ja, vliegtuigjes daar. En Riff ging ook zonder problemen weer, dus volgens mij is hij er nou overheen. Dus dat is wel heel fijn dat hij gewoon met plezier nu naar school gaat zonder te mopperen. En Dax die verzamelt stenen. Nou, zo even snel nog wat boodschappen halen. En dan gaan we een beetje op tijd naar mijn vader toe. En dan kunnen we hem ophalen. En dan mag hij weer mee naar huis. En ja, dat is voor iedereen natuurlijk fijn. Maar vooral voor mijn vader heel fijn. Zo, we zijn nu ook bij de Action geweest, hè Dax? En halen we altijd wasmiddel, wasverzachten, tandpasta. En Dax mag altijd een cadeautje uitzoeken. En nu gaan we naar de volgende winkel. Mijn vader is weer thuis. Heel fijn, ik heb hem opgehaald. Hij is nu lekker beneden in zijn huis aan het uitrusten. Dus dat is super. En ik ga nu weer 3 kinderen ophalen. Dax is nog bij Patrick. En daarna gaan we weer naar de karwei. Zoals heel vaak. Bouwmaterialen halen. Zodat we weer verder kunnen gaan klussen. Leuk zo'n woensdag, hè? Het is vandaag donderdag. En ik heb geen les gehad. Maar wel gewerkt vanmorgen. En daar komt Patrick aan.
Wel gewerkt vandaag met wat collega's voor voorbereidingen treffen voor het nieuwe schooljaar. En Patrick en ik gaan nu weer voor de zoveelste keer naar Kawaii. Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend. En ik ben gewoon weer vrij. Wat een luxe. Nou, echt vrij is het niet, maar bij mij op het werk hebben ze nog een aantal vrije dagen. Voor werkdruk verlagen. Dus we kunnen vanuit huis werken. Dus we hebben geen lessen. En dan kan je vanuit huis alvast voorbereidingen doen. En gisteren heb ik dat gedaan met collega's. En vandaag doe ik dat alleen. Maar nu ga ik mijn 3 kindjes naar school brengen. En kijk, waar is Riff? Daar is Riffie. En Dax is al naar de opvang. Die heb ik ook al weggebracht. Want die gaat natuurlijk nog niet naar school, maar wel naar de opvang op de donderdag en vrijdag. En volgend schooljaar gaat hij alleen nog maar op de vrijdag. Tot als hij dan 4 is, dan gaat hij naar school. En dan is hij niet meer op de opvang. Dus nog een jaartje zitten wij met de opvang. En dan zijn we er vanaf. Yes! Mam. Al het gedoe met geregeld, je met belasting. Ik zie ook dat ik 2 knetjes heb. Dit was Pippi Janka. En ik mag vandaag bij Vos en bij Riff in de klas kijken. Dus dat ga ik ook nog doen. Nee, dat doen ze bij jou nooit, hè? Nee. Mama, eind van het schooljaar. Ja. Nu moet je bij mij eerst in de klas, want gisteren was papa bij Riff eerst. Echt waar? Ja. Heb een lettertafel. Heb jij een lettertafel? Welke letter hebben jullie? De H? De letter H van hond. Van heelal, toch? Hondje. We zijn bezig met het thema heelal, met planeten. Ja, jij ook, hè? Ja. Ja. En Riff gaat zonder problemen naar school. Stuur ze, kijk. Zo even bij Riff en Vos in de klas gekeken. Altijd leuk om te zien wat ze nou aan het doen zijn, wat ze aan het knutselen zijn, waar ze zitten. Want in principe bij onze school gaan we niet meer mee naar binnen. Dus met dit soort inloopdagen kun je toch nog weer een beetje kijken wat ze nou allemaal aan het doen zijn. Riff vond het wel weer wat moeilijker, want ik was natuurlijk in het lokaal. En dan moet ik weer weg en dat vindt hij dan wel na. Maar de juf heeft hem gewoon even afgeleid. Gelukkig. Nu naar huis. Kijk, gisteren zijn wij dus bij de Kawaii geweest. En dan hebben we zo'n 3 van deze wandpanelen gehaald. De kleur walnoot. En die gaan wij... Ik zal het even heen lopen. Even laten zien waar we dat gaan doen. Die gaan wij op deze muur doen. 1 stuk aan deze kant van de muur. En dan 2... aan deze kant. Dit gaat allemaal af, die kasten erboven. Dus dit is eigenlijk ons volgend project. Patrick heeft daar alweer gleuven gemaakt. Kijk als je het goed kan zien, eens even omdraaien. Heeft hij van die gleuven gemaakt met waar bedrading door kan. Dus dan zie je hier straks ook geen bedrading meer. En dan kan de televisie hier aan de muren opgehangen worden. Nou, dit gaat er natuurlijk dan ook nog allemaal af. Dit is allemaal los. Dus dat gaan we nog eraf halen. Die kasten dus eraf. En ik ga denk ik zo al eventjes naar de IKEA toe. Want ik ben dus kindloos. Dags op de opvang en andere 3 op school. Patrick is nu nog slapen, want hij heeft natuurlijk weer nachtdienst gehad. En dan ga ik zo naar de IKEA rijden. Dat is wel 3 kwartier uurtje rijden. En dan ga ik... nieuwe televisiemeubel halen. Voor die kant. Want onze huidige staat in de speelkamer. Die blijft daar voorlopig nog wel staan. Zo niet de definitieve. Daar komt ook nog een nieuwe.
Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit hoe we dat precies willen hebben. Dus ik ga eventjes spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik in mijn eentje naar de IKEA. Volgens mij is het dan ook nog wel rustig. En natuurlijk geen kinderen. Dat is wel heel fijn. Als je zonder kinderen ergens naartoe kan gaan. Want zelfs naar de Kawaii met Riff en Dax. Is echt een ramp. De jongens die willen gewoon ook altijd met elkaar vechten. Gewoon niet echt vechten en ruzie. Maar gewoon in stoeien. Weet je wel. Want jongens. Nou, onze jongens doen dat in ieder geval wel heel erg. En die gaan dan helemaal Spider-Man en Hulk spelen. En die hoor je dan ook gewoon overal. Want dan gaan ze natuurlijk. Wauw, wauw, piu, piu. Dat gaan ze allemaal doen. En Patrick kan nu gewoon lekker slapen. Dus we gaan steeds meer richting de opbouwfase. Patrick heeft deze muur trouwens. Even draaien. Heeft hij ook al helemaal de spachtel, heet dat volgens mij, eraf gehaald. Op deze muur zit dat nog. Zie je dat? Dat is hier er al helemaal af. Maar deze muur was heel makkelijk, zei hij. En die andere is nog echt vast. Dus daar moeten we nog iets voor verzinnen, hoe we dat eraf gaan krijgen. En dan kunnen we dat ook weer strak maken. En dan komt daar een kastenwand helemaal. En dan tot aan die onderste, zie je die lijn? Tot die hoogte, zo naar beneden, komen echt kasten met deurtjes. En dan komen hier allemaal vakken met planken, laat maar zeggen. Dus dan gaan we steeds weer stapjes maken. Nou, ben ik alweer veel te lang aan het praten. Ik ga spullen pakken en dan ga ik naar de IKEA. Hebben jullie dat ook? Als je in de IKEA bent, dat je dan zo hebberig wordt? Kijk dan. Allemaal leuke dingen. Bijna alles hebben. Maar dat kan natuurlijk niet. Wel echt hele leuke dingen. Ik heb het overleefd. En het was eigenlijk ook nog eens heel rustig. Dus dat is een hele fijne bekomstigheid. Want vaak is het heel druk bij de IKEA. Dus zeker een aanrader om vroeg in de ochtend te gaan. En ik heb me netjes ingehouden. Ik heb alleen maar de kasten gehaald die ik nodig heb. En geen andere dingen. Terwijl ik echt wel heel veel leuke dingen heb gezien. Ook leuke planten weer. Maar ik weet, dat kan nu gewoon nog even niet. Dus dat komt allemaal wel weer een andere keer. Nu weer terug naar huis. Kijk, mooi op tijd weer terug ook voor de kinderen. Kan ik thuis weer wat eten en wat drinken. Dus we gaan weer rijden. Zijn we weer hoor. Klus Team Elting, hè. Patrick is hier alweer druk bezig. Ja. Hij is allemaal dingen aan het uittekenen voor de nieuwe televisiekast. Ja, de gedachten. Gedachten, ja. En voor de wandpaneel ja, waar hij komt. Ja, dat gaat niet hoor. Maar... ideeën te veel, zeg maar. En in de tussentijd probeer ik het oude behang eraf te halen. Boosje. Dus dat zijn we nou weer aan het doen. Goedemorgen, het is zaterdag en wij zijn aardbeien plukken. Mama, ik ga de kleine rode pakken. Ja, zolang ze rood zijn mag die pakken. Mama, kunnen de kinderen zelf plukken? Die, ja, die is niet rood genoeg, Riff. Ja, die is goed. Riff, doe je even een bakje mama, recht. Mama, kijk, is een spulletje af. Ja. Ik zie niet. Kijk eens. Daaronder. Ja, daaronder. Goed zoeken, hè? Ik ook een. Superleuk mama, dit. Je moet wel rode pakken, Dax. Is die rood? Nee, die is niet rood. Kijk eens hier. Dit is meer rood. Is wel goed? Ja.
Hey. Dax. Je moet je toch in de bak stappen? Die niet, hè? Die kan niet. Die wel? Ja. Dat is een baby. Is dat een baby? Mm-hmm. Ja. Was dat leuk? Ja. Eens kijken. Wow. Mag je dat bak ook eens zien? Mooi hoor. Maar kan toch tot met dit handje? Ja, we kunnen helemaal vol doen. Ja. Dat krijgen wij wel op thuis. Maar dan gaan we dat toch straks doen bij het lunch, lekker de aardbeien eten. Misschien kunnen we wel pannenkoeken maken van anderen. Ja, met aardbeien erin. Ja? Met slagroom erbij? Met open aardbeien. Mama. Ja, schat. Lekker veel aardbeien. Kijk maar. Hier ga ik zijn. Oeh, lekker. Zeker. Ja, heel goed. Dat doen jullie goed. Doen ze een beetje prikken? Ja, die doet mij pijn. Weet je waarom die blaadjes dat doen? Omdat het aardbeidplanten zijn. Ja. Dat doen ze ook een beetje, zodat andere dieren en mensen het niet zo makkelijk pakken. Kijk. Lekker. Weer terug van aardbeien plukken en boodschappen halen. Ik ben hier bezig met de was. Ik zal even omdraaien. Die is hier bezig met extra stroompunten maken. En Dax is op zoek naar Spider-Man. Spider-Man pak. Zal ik je even helpen zoeken? Ja. Oké, nou, Dax wil Spider-Man zijn. Dus daar ga ik even bij helpen. Ja, Eend. Ja. Doe de buis maar in. Nog meer? Ja, mag helemaal dicht maken. Helemaal dicht? Maak hem helemaal dicht. Zo. Knoei maar uit. Helemaal dicht maken. Ja, knoei maar uit. Dat ook helemaal aan toen. Hé, hey, papa, kijk! Een klippetje. Ja, dan moet je even zo schoonmaken met een ander troefeltje. Zo. Oep. 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 O